Lego. Wie is er niet mee opgegroeid? Pakketten van dit speelgoed zijn te koop voor bedragen van een tientje tot boven de 100 euro. Mensen vinden Lego blijkbaar zo leuk dat ze er bereid zijn zoveel geld aan uit te geven. Met het speelgoed worden mega kunstwerken gemaakt. En daarover gaat deze video. De Lego Group werd opgericht in 1932 door Ole Kerk Christiansen. Sindsdien heeft het familiebedrijf niet alleen de harten veroverd van de Denen, maar ook op veel andere plekken in de wereld. Vooral onder de kinderen is Lego populair, maar er zijn ook enkele fanatieke volwassenen die Lego als een passie noemen. Deze fanatieke fans hebben hele bouwwerken weten te bouwen, die toch wel een stuk groter zijn dan het Lego-huisje die de meeste van ons in elkaar hebben gezet. Over deze reusachtige gebouwen gaat het lijstje van vandaag. Lego is er trots op en dat is ook helemaal verdiend. Gepassioneerde bouwers hebben met het speelgoed een Bugatti Garen nagebouwd. Best knap, maar niet per se uitzonderlijk zou je misschien denken. Maar daarbij moet je wel bedenken dat de creatie even groot is als een echte Bugatti Garen. 1-op-1 dus. De Lego Bugatti is er niet alleen voor de sier, nee, het bouwwerk kan ook echt rijden. Dit werd getest op een Duitse racebaan. En nee, natuurlijk kan hij geen 200 km per uur, maar rijden doet de Lego-auto zeker. De Bugatti Garen werd tijdens de testrit door een officiële Bugatti-chauffeur bestuurd. Namelijk door Andy Wallace. Lego besloot deze Bugatti Garen te bouwen om een bewering van hun te bevestigen. Een van Lego's slogans is namelijk Build for Real. Maar dit werd natuurlijk nooit serieus genomen aangezien het als speelgoed werd verkocht. Dit soort bouwwerken laten echter zien dat Lego meer is dan speelgoed. Het is gewoon echt bouwmateriaal. Nee, de Allianz Arena waar Bayern München in voetbalt is niet van Lego gemaakt. Ook al zou dat wel geweldig zijn geweest. We hebben het hier over een replica-versie van het stadion. Waarvoor meer dan 1 miljoen Lego-stenen nodig waren. Het stadion is 1 meter hoog en er zitten 30.000 kleine minifans in. Ook allemaal van Lego natuurlijk. Er was 4209 uur nodig om het stadion te maken. En hierbij werd er gebruik gemaakt van de blauwdrukken van de Zwitserse architecten. Herzog en de Meuren. Deze architecten hebben ook de blauwdruk van de echte Allianz Arena ontworpen. Lego heeft dus hetzelfde ontwerp gebruikt als degene die werd gebruikt voor de echte Allianz Arena. Naast de 30.000 fans die in het stadion zitten, zijn er ook nog 100 Lego-fans te vinden, die gemaakt zijn door de bezoekers van Legoland Duitsland. Dat is nog eens je bezoekers interactief laten deelnemen. We gaan de ruimte in met het Lego Kennedy Space Center. Nou is het Space Center niet echt in space, maar in Florida. En datzelfde geldt voor de Lego-variant. Het gaat echter om de verbeelding. Hoe dan ook, in Legoland Florida is dus een Lego-variant van de Amerikaanse lanceerbasis van het Kennedy Space Center te bezichtigen. Het bouwwerk bestaat onder andere uit een lanceershuttle en een lanceerplatform. De Rocket Garden is ook inbegrepen bij het model. Dit zeg je misschien niks, maar de Rocket Garden is heel simpel gezegd een tuin van raketten. Op het echte Kennedy Space Center kunnen mensen hier verschillende raketten bezichtigen. Hoeveel tijd er in het project is gestoken is niet zeker, maar waarschijnlijk zal het heel veel zijn wetende dat er 750.000 Lego-stenen nodig waren om de lanceerbasis te bouwen. Vraagje aan jou, wat is het grootste Lego-bouwwerk dat je ooit hebt afgemaakt? Laat het ons weten in de comments. De Burj Khalifa, het hoogste bouwwerk ter wereld. Nu hebben we het natuurlijk over het gebouw zelf en niet de Lego-variant. Ook al is die voor zijn doen al aardig groot. Het bouwwerk is namelijk 17 meter hoog en is daarmee een van de kroonjuwelen van Legoland Dubai. In het Lego-meesterwerk zitten 439.000 bouwstenen verwerkt. Combineer het enorm aantal benodigde stenen met meer dan 5.000 werkuren en voilà, je hebt de Lego-versie van de Burj Khalifa. Tijdens de opening van Legoland was de Burj Khalifa het langste Lego-bouwwerk ooit gebouwd. Het is nu nog steeds één van de langste, maar dit lijstje gaat over de grootste bouwwerken, waarbij breedte dus ook meetelt. Robots, het zijn controversiële dingen. Lego is echter duidelijk een voorstander en maakte de Herobot 9000. Dit indrukwekkende bouwwerk is ruim 10 meter hoog. Er waren meer dan 2,8 miljoen Lego-bouwstenen nodig om de robot te maken.
Het bouwwerk weegt naar verluid 6 ton, oftewel 6000 kilogram. Probeer dat maar eens op te tillen. Herabalt is gemaakt in Tsjechië. Het is echter getransporteerd naar de Verenigde Staten, waar het nu ook in volle aanschouwing is te bezichtigen. De robot staat op de Lego Store in Minnesota's Mall of America. Wat is nou een betere vader-zoon-activiteit dan samen een Lego-model bouwen? Niks toch? Dan en Chris Steininger zijn Lego Master Builders bij Lego. En ze namen deze activiteit wel heel serieus. Ze bouwden in samenwerking met Legoland Maleisië een Lego-replica van de Millennium Falcon, die in Star Wars meerdere malen wordt gebruikt. Er zijn 20.000 Lego-stenen gebruikt voor dit project. Het vliegtuig is 4,9 meter lang en 3,7 meter breed. Wat misschien nog wel indrukwekkender is, is dat het bouwwerk in 3 dagen tijd gebouwd is. Daarbij moet je je wel bedenken dat er maar 2 bouwers bij waren betrokken. Namelijk vader-zoon duo Dan en Chris Steininger. Nu is het hun specialiteit om Lego-modellen te bouwen, maar toch verdient het ons respect. De Star Wars-fans in Maleisië zijn de bouwers in ieder geval dankbaar. We gaan nog een keer de ruimte in met een Lego-versie van de X-Wing. Voor de mensen die nog nooit Star Wars hebben gekeken, dit is een gevechtsvliegtuig uit de filmreeks. Het model is maar liefst 13 meter lang en 3 meter hoog. In de bouw van de Lego X-Wing werden meer dan 5,3 miljoen bouwstenen gestoken. En dus was het een hele klus om te maken, kan je wel begrijpen. Het vliegtuig weegt 20.000 kilogram en is daarmee dus niet gemakkelijk op te tillen. De bouwers van het model hebben 4 maanden gespendeerd aan het bouwwerk. En maar liefst 17.336 uur. Naast de Lego X-Wing was er ook een normale Lego set van het vliegtuig. Dit enorme model is 42 keer groter dan de commerciële set. Om het vliegtuig nog even interessanter te maken, de motoruitlaten gloeien ook echt net zoals in de Star Wars films. Ook maken ze een brommend geluid, waardoor het bijna voor een echte X-Wing door kan gaan. Sterker nog, daar is het model ook echt groot genoeg voor. Want de Lego X-Wing is 1-op-1 nagebouwd in verhouding met de normale X-Wing. Luke Skywalker zou er zelf dus ook echt in kunnen zitten. Voor de 50ste verjaardag van Legoland Bielund werd besloten om in 4 dagen tijd de langste Lego-toren ooit te bouwen. Dit was in 2018 en de toren is ook daadwerkelijk gebouwd. Het bouwwerk is meer dan 36 meter hoog en er waren meer dan 500.000 stenen nodig om de toren te voltooien. Legoland Bielund is de voorvader van alle Legoland-parken. Het attractiepark werd in 1968 geopend naast de Lego-fabriek. Het park was eerst een soort showroom, maar uiteindelijk is het uitgegroeid tot een volwaardig park. Zo stond Legoland Bielund in 2006 in de finale van de Applause Award, een prijs voor het beste attractiepark. Het bouwen van de toren was niet alleen ter ere van de 50ste verjaardag van Legoland Bielund. Ook was het een manier om een verloren titel te heroveren. In 2003 verloor Legoland Bielund de titel Grootste Lego-toren aan Tel Aviv. De toren van de Israëlieten was 36 meter hoog en gebouwd ter ere van een aan kanker overleden Lego-fan. Het is wat hoor, als werknemer van DFDS te horen krijgen dat je een enorm Lego-schip in elkaar moet gaan zetten. Dit overkwam 7000 werknemers van het Deense verscheepbedrijf. In alle kantoren werden Lego-stenen bezorgd, inclusief een bouwplan. Dit gebeurde op 75 locaties in 20 verschillende landen. Nadat deze trouwe werknemers hun Lego-gedeelte af hadden, werd het opgestuurd naar het hoofdkantoor in Kopenhagen. Hierna werd het verscheept naar Edinburgh, waar Lego-artiest Warren Elsmore en zijn team het bouwwerk hadden afgemaakt. Er werd 900 uur aan het schip gewerkt. De creatie kreeg de naam Jubilee Seaways, wat paste bij het 150-jarige jubileum van DFDS. Het schip is langer dan veel echte schepen, namelijk 12 meter. Het bouwwerk is 1,76 meter breed en 2,72 meter hoog. Daarnaast is het schip maar liefst 2860 kilo zwaar. Probeer dat maar eens op te tillen. Al met al kunnen de werknemers in het Lego-team dus trots zijn op hun harde werken, dat ook daadwerkelijk tot iets is geleid. Sommige huizen zijn van hout, andere weer van steen en andere zelfs van, jawel, je voelt hem aankomen, Lego. James May was de man die een compleet huis van Lego bouwde, met maar liefst 3,3 miljoen bouwstenen. Het huis had een werkend toilet, een hete douche en een bed. Ook al was het een oncomfortabel ding.
Het bouwwerk was 6 meter lang. 1000 vrijwilligers hadden samen met May aan het huis gewerkt. Uiteindelijk weigerde Lego echter om het in één van hun parken tentoon te stellen. Het kostte namelijk te veel om het bouwwerk te verplaatsen. En dit was het begin van een nogal nare ruzie tussen Lego en May. Zo maakte Lego het door allemaal restricties vrijwel onmogelijk voor May om zijn huis te verkopen. Dit kwam allemaal niet gelegen, want het bouwwerk moest weg van zijn toenmalige locatie. Uiteindelijk werd het huis dan ook gesloopt, zonder dat May een koper had gevonden. Volgens Lego kon May dit wel allemaal voorkomen hebben, door met experts van Lego samengewerkt te hebben. May zal in ieder geval blij zijn dat zijn Lego-huis op nummer 1 staat. Of nou ja, stond. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je hem leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!